Het is ook de bedoeling in deze cave dat ik geen torches ga gebruiken. Beetje zoals Etho eigenlijk heeft. Etho Slab. Zeker kijken. Proberen overal glowstone of lamps of wat dan ook te proberen te verbergen. Dat je eigenlijk geen torches of zelfs geen licht ergens kunt zien visueel. Maar terwijl de cave volledig verlicht is. Dus tijdelijk gaan we van die cobblestone stairs gebruiken. Ooit ga ik het hier wel mooi inrichten. Maar het is nog maar de derde aflevering. Dus we hebben nog wel even tijd. Als jullie nog... als jullie nog tips hebben voor deze cave een beetje aan te kleden, aangenamer te maken. Of gewoon ideeën wat ik hier kan bouwen. Laat zeker in de comments beneden achter wat ik allemaal kan doen. Want ik ben redelijk saai op dat vlak. Ik weet nooit wat ik moet doen in Minecraft. Ook al is dit letterlijk een eindeloos spel. Pickaxe, dank u. Een eindeloos spel waar je... alles, letterlijk alles in kunt bouwen. En zelfs dan vind ik nog een manier om mij volledig... Ik heb geen inspiratie. Laten we het daarop houden. Nu, een paar trapjes zet. Ondertussen ga ik hier waarschijnlijk een trap recht naar... Niet recht, een trap naar beneden maken. Waar ik waarschijnlijk ga branch mine. Want ik heb echt diamonds nodig. En ik haat caving. Niet het caving zelf, vind ik geen probleem. Maar de mobs. Ik ben nogal een watje zoals ik al heb komen te bewijzen. Dus we gaan hier gewoon mooi naar beneden gaan. Ik ga het uiteraard niet filmen, want dit zou oerzaai zijn. Maar ik ga terug de recording verder zetten als ik iets gevonden heb. Dus ik ben natuurlijk al eventjes aan het graven en ik hoor lava. Ik heb geen idee van waar het vandaan komt. Ik denk van links, maar ik heb geen flow idee. Dus we gaan gewoon deze richting blijven uitgraven. En hopen dat we tegenkomen. Oeh, hallo. Gevonden. Nu is er meer als gewoon lava. Is er een cave? Oh, het lijkt van wel. Kan ik ergens naar beneden? Yup. Oké. Okay. Eens kijken of hier... Wat level zitten we? Dat was een screenshot. We zitten op level 11 al. Echt? Cool. Dat is diamonds level. Denk ik. Ik heb al lang geen Minecraft meer gespeeld. Je ziet het eraan. Heb ik mijn bucket nog? Damn it, leeg. Ja, ik ben nooit voorbereid. Is hier iets te vinden? Please, ik wil diamonds. Cave? Zelfs geen cave? Zelfs geen cave. Fantastisch. Fantastisch. Dan gaan we gewoon, ja, ik zou zeggen, verder graven. Maar gewoon rechtdoor. Wacht, wat was lava level weer ongeveer? Zoiets. Deze richting gaan we voorgaan. Dus mooi opvullen. En rechtendoor. Oeh, meer lava. Please, deze keer wel een cave. Oeh, een cave. Awesome. Dan gaan we de lava mooi bedekken, want je kent mij, ik val er direct in. Oeh, redstone. Eens kijken of we iets zien. Nee, oké. Okay. Mooi, de redstone. Kunnen we pistons maken? Kunnen we al beginnen met de farm te automatiseren misschien? Damn it, ik verschoot me. Ik weet niet waarom. Meen je dat? Oké, okay, gaat door. Ik dacht niet dat het doorgaat. Oh, jawel, het gaat door. Hoop ik. Dat is gevaarlijk. Oké, okay, ik kom zo meteen terug voor het gold, maar... Dit vertrouw ik niet. Waarom werk ik? Ga niet vooruit omdat ik het X aan het drukken was. Slim bezig, Nick. Eens kijken of er iets wilt mijn gezicht komen opeten. Ah! Oké. 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 Niet leuk. Niet leuk. Niet leuk. Ik dacht als buitenlucht? Zo diep? Oh, dit gaat meerdere kanten uit. Oh, dit gaat meerdere kanten uit. Ik ben een watje, wat ben jij? Ik verschiet van alles. Oké, okay, dit is lava. Ik denk dat ik hier even rechtsomkeer ga maken. Het goud ga meepakken. En dan verder gaan met deze ongeplande caving adventure. Dus iron. Mijn eerste gold. Kan ik nutteloos gold armor maken?
nog een beetje redstone meepakken. We zijn al level 18. Bijna level 19. Binnenkort zien voor een enchanting table te maken. Als ik diamonds vind en obsidian en een boek, dacht ik. Lang geleden. Ik denk zelfs dat ik nooit legit, dubbel ik, in survival en craft en crafting een enchanting table gemaakt heb. Ik denk dat ik enkel enchanting tables in creative gemaakt heb. Raar. Maar ik heb nooit echt Minecraft Survival gespeeld. Ik was altijd veel te bang. Eerlijk waar, ik was altijd veel te bang. Nu doe ik het gewoon puur zodat jullie kunnen meegenieten van mijn angst. Ik hoop dat het beter wordt. Mijn pickaxe ben ik kapot. Damn it. Nee, ik hoop echt dat het beter wordt met mijn angst voor alles. Letterlijk alles in dit spel. Eens kijken. Grond, dank u. Ik wil die gold om mijn pickaxe gaan breken. Ah, shit. Dit is mijn derde pickaxe ondertussen al. Zo lang ben ik al aan het graven naar beneden. Damn it. Kan ik iets doen? Ik kan een stone pickaxe maken. Dat is iets. Dus, workbench. Sticks. Laten we er direct twee maken dan. Zo. En we kunnen weer even verder. Ik kan geen... Weet je wat? Ik ga gewoon terug naar boven, want ik kan geen goud mijnen met een stone pickaxe. Waar kom ik van hier? Dus ik ga naar boven, pickaxe en terug naar beneden. Tot zo. Zo, drie iron pickaxe. Later gaan we weer naar beneden en kijken of we eindelijk wat diamonds kunnen vinden. Ik heb trouwens geen idee hoe lang ik aan het opnemen ben. Puur door die, dat lange wand heb ik geen flauw benul. Anders deel ik hem gewoon op mijn twee video's. Waarom niet? Nee, ik moet naar beneden eerst. Daar was het goud. Lekker veilig hier. Die onnozele workbench weghalen. Wat is dat geluid? Dat is nieuw. Wat betekent dat? Cave? Of nee? Ik wil zelfs niet weten wat dat betekent, dat geluid. Nog iets dat ik gemist heb? Diamonds? Nee, waarschijnlijk niet. Nope. Niks. Oké. Oh, naar de bovenste verdieping, waar waarschijnlijk geen diamonds meer zijn, ik eraan denk. Ik denk dat we net de hoogste hebben voor diamonds. 14. Ik heb geen... Wat niveau is diamonds weer? Geen flauw idee. Oké, laten we zien wat we hier allemaal hebben. Ik weet dat ik veel resources oversla, maar... Kool heb ik sowieso genoeg. En ik wil nu gewoon niet opgegeten worden door creepers, zombies, skeletons, spiders, endermans. Alles. Eens kijken. Dus we gaan hier rond. En om de hoek. Zo. Oh, er is niks. Waar was ik bang voor? Hier is niks. Waar is mijn torch? Hier is niks. Waar was ik bang voor? Oh, wat je dat gezegd, Nick. Zo. Kool heb ik meer dan genoeg voor nu. Ik kan altijd terugkomen als ik zonder kool zit. Ik heb letterlijk nog een stack of 4, denk ik. Dus ik kan wel even eventjes voort. Kijken, nog wat iron meepakken en dan zorgen dat we... Dat was in de lava gevallen. Zorgen dat we iets anders vinden om te onderzoeken. Want ik wil echt die diamonds in deze video. Ook al twijfel ik er hard aan of we er gaan vinden. Oeh, daar is nog van boven. Nu, hoe geraken we daar? Gewoon de korte weg pakken. Dus een beetje gevaarlijk doen. Zo. Laten we shovel. Eens kijken. We gaan veel te hoog voor diamonds. Maar ja. En weer een doodlopend einde. Het straks, ja, ik heb honger, dus het staat sowieso op niet de peaceful. Even die lava afblokken. Heb ik nu geen nood aan om in de lava te vallen.
Mijn eerste dood moet wel spectaculair zijn en niet een idioot die in de lava valt. Ik denk dat we dit nog gaan mijnen terug naar boven en dan ga ik de video beëindigen. Want er is niet veel gebeurd. Echt waar, volgende keer moet ik plannen. Ik dacht echt dat de verhuis veel langer ging duren, dat ik hier ging aankomen, direct ik weet niet veel ging bouwen, maar nee hoor. Ik ben redelijk inspiratieloos, dus de volgende keer ga ik sowieso zorgen dat ik een plan ben. Alvast bedankt voor het kijken, opnieuw vergeet geen blauw duimpje achter te laten, te abonneren en op het belletje naast de abonneerknop te drukken als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe video's. Dan zie ik jullie volgende keer, doei!